Een trapezingsom. Ik haal steeds natuurlijk een lastige som uit en doe in de volgende les samen iets wat erop lijkt. Nou, je maakt eerst een schets en let op, teken dan ook echt het trapezium. Bij die driehoek mocht je gewoon een gelijkzijdige doen, dat mocht gewoon. Bij deze is het wel fijn, je mag hier dus in principe ook gewoon een vierkant tekenen. Alleen het nadeel daarvan is, hier zitten zoveel eigenschappen die al in de schets te zien zijn als je ze juist schetst, zeg maar eventjes, het is dan even een ruit. He, dan zie je, oh, die staan er. Nou ja, het is wel heel slordig, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Hè? Nou, dan zie je eigenlijk al zoveel aan eigenschappen. En daarom moet je nu echt gericht schetsen. Dus als het een trapezium is, schets je trapezium. Is het een ruit, schets je een ruit. Is het een vlieger, schets je een vlieger. Hier heb ik dus het trapezium geschetst en ik heb die diagonaal er al ingezet. Want AC is namelijk 8. Deze is 9. Deze zijn even wijd. Er staat bij dat het een gelijkbenig trapezium is, dus die zijn even lang. Dus die zijn allebei 3. En dan kunnen we gaan tekenen. Je ziet hier nergens een hoek bij staan. Dat betekent dat je passen nodig hebt. Zonder hoek, hoe dan ook een passer. Soms als je een hoek hebt, is een passer nog handig of heb je hem nog nodig. Maar nu kan je echt niet zonder. Zorg ook dat je die hebt voor de toetsen en passen. Anders even laten weten, dan lossen we het op. Ik heb eerst AB getekend. Nou, nu gaan we kijken naar wat we hier kunnen tekenen. Heel trapezium lukt niet in één keer, maar... In hoofdstuk 4 hebben jullie driehoeken tekenen met een passer gehad. Is dat weggezakt? Kijk dan even het filmpje van driehoek tekenen met een passer. We pakken 8 centimeter. En waarom? C ligt 8 centimeter van A. Dus ik weet dat C ergens hier... Oh, we staan op de verkeerde. Dat C ergens hier op de roze cirkel ligt. Dat weet ik. Verder weet ik dat C... 3 centimeter van B ligt. Dus ik teken een cirkel met straal 3. En ergens op deze cirkel, daar ligt C. Ja, dat betekent dus dat ze op beide cirkels liggen. En wat krijg je dan? Dit. Zo. Nou, hoe gaan we nu verder? Je weet dat deze lijn die hier loopt... Die is evenwijdig met de lijn die hieronder loopt. Dus die zou je heel, oh, heel dun ook zeggen. Dat is niet heel dun, hè. Heel dun. Ik kan hem niet te dun tekenen, want dan zien jullie hem niet op je schermpje. Maar even heel dun zo doortekenen. Nou, wat weten we dan nog meer? Dat deze 3 is. Dus die tekenen we ook nog. En hij staat denk ik nog op 3. Het voordeel van deze passer is dat hij dan ook zo blijft staan. Je eigen passer bijvoorbeeld wel eens zo. Nou. En welke moet je nu pakken? Want hij snijdt die lijn 2 keer. Nou, niet deze. Want als je deze zou pakken, dan teken je parallelogram. Hè? Zien jullie? Dus het is deze. Gun wel dit stuk nog uit. Anders is het echt te slordig. Dus daar moet je ook heel dun tekenen. Het heel netjes uit kunt gummen. Kijk. Hoppatee. Daar is die. Daar is je gelijkbenig trapezium. Nou, waar moet je nu op letten? Dat de tekens erin staan van gelijke hoeken... En dat deze evenwijdig zijn. En dat die even lang zijn. En dan ben je klaar. Leuke som, hè? Tot de volgende keer.